Theatergezelschap Fast Forward speelt de komende weken een nieuwe voorstelling voor anderstalige kinderen die Nederlands leren. Het toneelstuk is een bewerking van een verhaal van Annie M.G. Schmid. Het boekje heet Jorrie en Snorri, onze voorstelling ook. En het gaat over een trein, een nieuwe feesttrein die gaat vertrekken. En Snorri is de conducteur en Jorrie is een meisje dat egeltjes vindt onder de trein. En daar blijken twee bommen bij te zitten. En Jorrie en Snorri gaan in de loop van het verhaal de trein moeten redden. Wat vindt u ervan dat de trein vertraging heeft? Omdat er een paar egels gered moeten worden. Ik vind dit volstrekt onverantwoordelijk. Sowieso moesten we van de erfenschmidt, dus de mensen die de rechten beheren van Annie M.G. Schmid, moesten we de tekst behouden. We mochten niet zoveel veranderen aan de tekst. Wat op zich niet erg was, want ze schreef heel modern, heel fris, heel duidelijk, heel speels, heel kinderlijk. En dat klinkt nog altijd heel modern, ook al is het verhaal misschien al 50 jaar oud. Ik vind het wel. Ik vind dat ze heel mooi schrijft en een heel mooi taalgebruik heeft. Ik vind ook tijdens de voorstelling komen er heel veel verschillende personages aan bod. En dat maakt het wel interessant ook om het te spelen. Nee, vlooien zijn ook geen huisdieren, maar die mag u even goed niet hebben. De voorstelling is gemaakt voor jongeren van 8 tot 11 jaar die Nederlands leren. Om alles te begrijpen volgen ze best al een jaar of twee Nederlandse les. Voor scholen die een bezoek brengen aan de voorstelling bestaat er een pakket met lesmateriaal rond Jorrie en Snorri. Maar het hoofddoel van de voorstelling blijft wel dat de jongeren zich amuseren met een leuk toneelstuk. We willen dat ze zich gewoon amuseren. We willen niet dat ze daar een les van maken of zo. Maar het is wel goed dat ze woordjes bijleren, dat ze communiceren daarover, dat ze daarover praten, dat ze iets doen met dat Nederlands waar ze mee in contact komen. Meer informatie over het toneelstuk en de speeldata vind je op www.fast-forward.be.